Ik ben Lise Spiet, de schrijfster van Het Smelt. Het Smelt is mijn eerste roman. Het speelt zich af in een klein dorpje waar in één jaar 3 kinderen worden geboren. 2 jongens en 1 meisje. En zoals dat gaat in kleine dorpjes, moet je het meestal doen met de mensen waarmee je opgescheept zit, waarmee je in hetzelfde jaar geboren bent. Ja, moeten die 3 jongeren het met elkaar doen? Je hebt 2 jongens en 1 meisje. En de roman speelt zich af in de zomer waarin ze voor het eerst volwassen worden. En dus ook ja, een beetje seksueel ontluiken. Die vriendschap komt daardoor onder druk te staan. In een ander deel van de roman, 15 jaar daarna, rijdt Eva, het meisje, in het gezelschap van de 3 vrienden, terug naar dat dorp, naar haar geboortedorp, met een grote ijsblok in de koffer van haar wagen. En zij wil wraak nemen op het hele dorp om wat er in haar jeugd met haar is gebeurd. Dat is de kortste samenvatting die ik van het boek kan geven. En waarom ik dit boek heb geschreven, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, ik was al op jonge leeftijd bezig eigenlijk met die droom om te gaan schrijven. En toen ik zelf nog in dat dorp woonde, want het boek is wel, het speelt zich eigenlijk ongeveer af in het dorp waar ik zelf ben opgegroeid. Ik heb daar een blauwdruk van gemaakt en ben daarmee aan de slag gegaan. En ik had zoveel verzameld in mijn eigen jeugdjaren over mensen die daar woonden, over dingen die daar gebeurden, dat ik het gevoel had dat dat misschien als debuut het beste was dat ik kon doen, namelijk aan de slag gaan met de dingen die ik voor handen had. En daarom heb ik dit boek geschreven.